Hoe kunnen jonge boeren gestimuleerd worden om toch in Nederland een boerenbedrijf te beginnen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Steeds meer jonge boeren verlaten Nederland om in het buitenland te gaan boeren. Dat komt volgens agrarisch makelaar Interfarms door de hogere grond- en fosfaatprijzen. Het gaat naar verluidt om zo'n 70 boerengezinnen per jaar die vooral vertrekken naar Duitsland en Denemarken. In de studio Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond, meneer Geurts. Hele goede avond. Begrijpt u die mensen? Ja, ik hoor die verhalen ook. Ik zit veel aan keukentafels en dan hoor ik dat ouders zeggen van... ja, ik weet niet of ik mijn kinderen adviseer om een bedrijf nog over te nemen. Mm-hmm. Maar goed, er wordt door de jaren heen natuurlijk altijd wel geëmigreerd. Ja. Maar het lijkt erop dat nu het aantal omhoog begint te lopen. Ja, maar fosfaat en grondprijzen, dat zou het hem doen? Ja, dat zal zeker daaraan bijdragen. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het niet hebben van waardering voor het werk wat gedaan wordt op de boerenerven. Er wordt veel geslagen op deze bedrijven door animal rights, die opnames maakt 's nachts. Continu ook via de media deze boerenbedrijven aangeven dat ze hun werk niet goed doen. Mm-hmm. En dat geeft ook geen waardering voor het werk wat je doet, terwijl ze dat absoluut verdienen. U zegt ze worden in kwaad daglicht gesteld, onterecht? Ja, ik vind absoluut dat ze in een kwaad daglicht worden gesteld en ook onterecht. Dat we daar ook echt mee moeten stoppen. Ja. Want als wij geen voedsel meer produceren, dan is dat heel ernstig voor onze samenleving. Maar daarnaast zijn boerenbedrijven, de mensen die daar werken, ook de beheerders van ons landschap. Ja, maar als iemand jou onterecht beschuldigt of je imago probeert zwart te maken, kun je toch naar de rechter stappen en smaad daar proberen te verhalen? Ja, maar daar zijn deze boeren die zijn bezig met hun dieren. Die zijn bezig met voedselproductie. En die willen daar eigenlijk geen tijd aan besteden. Mm. En daar geven ze ook wel gelijk in. Het is ook zonde. Het zijn ook mensen die een mening hebben. Maar bij sommigen begint het een geloof te worden. En dat moet je dan ook maar geloven als hun het zeggen. Ja. En daar maak ik me erg veel zorgen over. En nou, dat is gewoon ook niet goed voor de toekomst van Nederland. Ja, ze wijken uit, die jonge boeren, naar Duitsland en Denemarken. Maar dan zou je zeggen, in Duitsland gelden toch ook Europese regels, zoals hier in Nederland? Ja, ze hebben mij geleerd dat gras bij de buren meestal niet groener is. Als je ernaar kijkt, meestal wel, maar als je erop staat, iets minder. Ja. Ook in Duitsland zie ik dat de regels zeker niet afnemen. Liggen ook binnen één Europa. Ik heb ook begrepen dat de Duitse boeren morgen gaan protesteren tegen mestwetgeving in Duitsland. Dus het is daar niet altijd makkelijker. Maar het gaat hier in Nederland om waardering. En het gaat er ook om, kunnen wij jonge boeren en boerinnen stimuleren om bedrijven over te nemen? Ook mensen van buitenaf die geen ouders hebben die een agrarisch bedrijf hebben. Omdat de zij-instromers, kunnen we die ook stimuleren om bedrijven te gaan overnemen. Hoe kunnen we dat concreet doen? Er zijn meerdere mogelijkheden. Banken kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik zie ook dat dat wel gebeurt. En ook dit kabinet heeft besloten, toen we de coalitie maakten, om jonge boeren te gaan ondersteunen. Ja. Minister Schouten is daar volop mee bezig. En ik verwacht rond de zomer dat ook de plannen naar buiten komen. Ja. En dan hoop ik dat dat een bijdrage aan levert om zoveel mogelijk jonge boeren en boerinnen in Nederland weer hun bedrijven te laten voortzetten. Ja, want je zou zeggen, er is ook een kentering gaande van voedsel moet je dicht bij huis halen, bij de boer om de hoek. Dus dat zou stimuleren dat boeren hier wel kunnen beginnen in eigen land. Ik denk dat dat zeker bijdraagt, hè? Regionale voedselvoorziening. Dat mensen zien hoe hun voedsel geproduceerd wordt. Maar ik denk ook dat het van belang is, de grootste afzetmarkten zijn Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dat noemen we export, maar dat is natuurlijk eigenlijk de buren. En die export die zou ik ook graag willen behouden. Dus regionaal proberen je afzet. Dat zou voor een aantal boeren kunnen helpen en bij kunnen dragen. Maar ik denk ook wel, voor kwalitatief de grens over, dat we daar ook ruimte voor moeten houden in Nederland. Als we aan boeren denken, denken we ook aan het klimaat. Een actueel thema deze dagen. Hebben zij er ook last van? Zeker. Wordt CO2 geproduceerd. Er is ook een klimaattafel landbouw en landgebruik bezig geweest. Die hebben ook voorstellen gemaakt. Nou, die worden op dit moment ook door het kabinet bekeken. PBL heeft doorrekeningen gemaakt. Het planbureau heeft ernaar gekeken. Het is best wel een complexe materie. Ja. Ik wacht af waar het kabinet mee gaat komen. Ja, er komt een CO2-heffing voor bedrijven. Alleen heeft premier Rutte vanmiddag aangekondigd dat die uitwerking nogal lastig is. En dat eind april niet gehaald wordt.
Heeft op de persconferentie ook wel breder aangegeven. Het is een complexe materie. Wij hebben als CDA steeds gezegd, klimaatbeleid, ja, staan we voor, moet gebeuren. Is in belang voor onze kinderen na ons. En ook om niet afhankelijk te zijn van landen waar je niet afhankelijk van wilt zijn. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië en de olie. Maar het is wel heel complex. Ja. Heel veel dingen zijn ook, dat heeft PBL ook wel aangegeven, het planbureau, van dat ze een aantal dingen niet kunnen doorrekenen, omdat de kennis gewoon ontbreekt. Maakt de verkiezingsuitslag van de statenverkiezingen het ook complexer? Nou, dat met partijen als Forum voor Democratie? Nou, kijk, in de Tweede Kamer is op dat punt in de stemverhouding niks veranderd. Nee. En de Eerste Kamer wel? Ja, die gaat veranderen waarschijnlijk. Want er moet nog een stemming over plaatsvinden. Ja. Maar dat ziet er wel naar uit. Maar we in ieder geval binnen het CDA ook wel aangegeven van ja, we gaan gewoon door zoals we dat nu doen. Mm. En dan gaan we kijken hoe meerderheden wel of niet in de Eerste Kamer komen. Maar wetgeving en plannen zullen eerst door de Tweede Kamer heen moeten. En wat kunt u samenwerken met Thierry Baudet van Forum voor Democratie? Die staat diametraal tegenover u, lijkt het wel. Nou ja, kijk, als ik voor mezelf praat en de woordvoerderschappen die ik heb, zie ik hem zelden. De eerste keer dat ik hem heb gezien was rondom de pulsvisserij. Mm-hmm. En voor die tijd, we zitten nu toch samen 1,5 jaar in de Tweede Kamer, heb ik hem nog bij debatten, had ik hem nog nooit gezien. Okay. Dus hoe daarmee samenwerken, ja, dat zal de tijd moeten leren. Mm. En ja, hoe de Eerste Kamer gaat opereren. Ik heb toen aan hem gevraagd van, bent u nou voor of tegen een exit? Toen was hij voor een exit. En nou zijn er weer geluiden dat ze dan toch weer anders tegenaan kijken. Dus ja, ik weet het eigenlijk gewoon niet waar ze voor staan. Ja. We gaan even naar de politieke actualiteit van de Kamer deze week. Minister Dekker lag zwaar onder vuur in een debat over de zaak Anne Faber. Maar hij hield uiteindelijk het vertrouwen van de Kamer. Hij mag door op de post waar hij zit. Hoe kijkt u terug op dat debat? Ik heb gezien dat het een heel emotioneel debat is. In zo'n debat zit de woordvoerder namens de CDA-fractie. Mijn collega Torenburg heeft dat debat gedaan. De Kamervoorzitter had ook familieleden van betrokkenen ook uitgenodigd. Die zaten ook in de Kamer, als het ware. Maakt dat het extra zwaar? Weet ik niet of dat zwaar maakt. Ik heb in ieder geval geconstateerd dat dat gebeurde. Ja. En ik merkte dat er ook veel emoties waren. En die zijn er ook bij mijzelf. Want door fouten zijn er wel mensen komen te overlijden. Mm. En je zag ook dat de minister ook behoorlijk heeft aangegrepen. En toen hij dat hoorde dat dat speelde, ook gelijk dingen heeft gedaan. Daarom heeft ook een meerderheid van de Kamer hem ook al dat vertrouwen gegeven. Maar het zal de komende tijd wel moeten uitwijzen of het ook beter gaat. Ja. Nu gaat het in dit soort debatten altijd om de slachtoffers. Nou, die waren dan beide ouders daarvan, zegt u, familieleden. Maar de dader, ja, daar draait het eigenlijk omheen. Vindt u dat een dader... In hoeverre mag de dader een privacy hebben? We hebben in Nederland privacywetgeving. Alleen wat hier gebeurd is dat hij werd voorbereid, deze misdadiger, want dat is die, werd voorbereid op een toekomst weer in de samenleving. En toen zijn er toch wel een heel aantal dingen gewoon niet goed gegaan. Mm-hmm. Dat ook de behandelaars eigenlijk niet goed wisten van wat hij daarvoor mis had gedaan. En dat kan ook wel gevolgen hebben met hoe die behandeld wordt. Ja. En nou, daar is dat debat over gegaan. Ik vind het op zichzelf moeilijk, want elk geval is weer uniek. Bij de ene zou dat wel werken en bij de ander niet. Ja. Hij werd op een gegeven moment als een modelgevangene gezien, die ook gewoon zo naar buiten mocht. Ja. En dan dat hij dan zo'n moord pleegt, dat is dat wel heel moeilijk ook als politiek van werken onze regels wel voldoende. Ja, deze meneer zat in een kliniek in Den Dolder en nu willen de omwonenden van die kliniek dat die kliniek dichtgaat. Begrijpt u dat standpunt? Ik snap wel dat de zorg is van ja, wat gaat er nog meer gebeuren? Wat zit er nog meer voor mensen in die kliniek die een bedreiging kunnen zijn? Ja, je zult maar vader zijn met jonge kinderen of met kinderen. En dan denk je, ja, ik snap die emotie. Mm. Ik heb ook begrepen dat daarna gekeken wordt hoe er omgegaan moet worden met die kliniek. Maar ja, dan hij moet wel op een andere plek. Want wij hebben wel die behandelingen nodig om mensen die hun straf hebben uitgezeten ook weer op een goede manier in de samenleving terug te brengen. Yeah. En dat is, ik heb ongelooflijk veel respect voor de mensen die eromheen wonen, maar ook voor de mensen die daar binnen zo'n inrichting werkzaam zijn. Ja. Iets anders uit de Kamer is dat de Rekenkamer in feite heeft een rapport deze week uitgebracht. Daar blijkt dat de security van waterwerken, sluizen, dat die niet echt waterdicht is, om het zo te zeggen. De cybersecurity.
Wat is daar mis mee? Ik ben ongelooflijk geschrokken. We hebben een technische briefing gehad van de Rekenkamer. Waar ze hun rapport hebben toegelicht. Ja. En daarin zat bijvoorbeeld een voorbeeld dat ethische hackers... die zijn naar een vitaal waadwerk gegaan. Ethische hackers zijn zij zijn die... mensen die een opdracht van de overheid... op een in goede dit geval, manier ja, die, ja. Die zeg maar niet de kwade bedoelingen hebben ja. als ze daar binnenkomen. Maar die ethische hackers zijn, naar, zijn in een vitaal waadwerk overdag binnen kunnen komen. Mm-hmm. Wat beveiligd hoort te zijn. Wat ook beveiligd is. En hebben ook hun eigen laptops aan kunnen sluiten aan het netwerk van zo'n vitaal waterwerk. En hebben toen heel veel verkeer gegenereerd en toen zijn ze opgemerkt. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen, als je hacker bent en je hebt wel kwade bedoelingen, dat dat dan grote gevolgen voor Nederland kan hebben. We leven in een delta. Ik hoorde ook de voorzitter van de Rekenkamer op een gegeven moment ook verklaren. Er werd al gevraagd van, zou het morgen kunnen plaatsvinden dat sluizen opengezet worden, terwijl dat niet de bedoeling was. Ja. En toen zei hij gewoon letterlijk ja. En hij heeft dat onderzoek met zijn rekenkamer gedaan. Dus dan zouden we tot Amersfoort natte voeten krijgen, zo'n beetje? Nou, dat ligt eraan welke sluizen wel ja. en niet. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat ongecontroleerd gaat plaatsvinden. Het was voor mij in ieder geval de reden om een debat met de minister aan te vragen. Terwijl ik ook wel weet dat de minister veel doet om die automatisering die echt uit de MS-DOS tijdperk jaren 60, 70, 80 niet meer aansluit bij de hedendaagse infrastructuur, dat nog op heel veel plaatsen aanwezig is. Ja, u zegt, u bent er enorm van geschrokken. Het is een aanval die je niet ziet, die via de computers gebeurt. Ja, en we weten hoe we hebben recent meegemaakt hoe de Russen hier proberen te spioneren. De Chinezen zijn er ook niet vies van. We hebben best wel een opgave. Ja. Maar dat is ook het evenwicht wat je weer moet zoeken als een politicus. Het is een urgent probleem, maar je wil hem ook weer niet zo duidelijk maken dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Die zeggen, gelukkig zijn heel veel zaken in Nederland, ook vitale waterwerken, goed beveiligd. Ja. Alleen, je ziet dat er toch wel een gat in zat. Ja. En wat mij vaak, als ik Haagse debatten zie, er gebeurt iets. U schrikt ervan, of u vraagt het debat aan, er wordt over gedebatteerd en dan hoor je er niks meer van. Ja, dat lijkt zo. Je moet wel eens zien dat zo'n debat er ook wel toe leidt dat de minister kan uitleggen wat ze gedaan heeft of niet gedaan heeft. Dat kan in zo'n debat komen. Maar het geeft ook wel het ambtelijke apparaat aan van die politiek, wij zijn volksvertegenwoordigers, maar controleur van de regering. Ja. Die zitten hier wel bovenop. En ons werk is natuurlijk zichtbaar in debatten. Maar daarna stellen we schriftelijke vragen, doen we technische inbrengen, et cetera. Dus het is soms, als het niet meer in de media geschreven wordt of voorkomt, dat er dan niks meer gebeurt. Maar wij doen ons werk ook wel zonder dat de media dat opschrijft. Wanneer is het debat met de minister hierover? Ik verwacht na over een week of drie. Het schema zit behoorlijk vol. Ja. En dat is voor de maatstaven in Den Haag, zelfs de liften gaan langzaam, is dit snel. Oké, we houden het even in de gaten in die zin. Tot slot nog even naar de file top 10. Want het knooppunt A1, A30, waar u zelf in de buurt woont, dat staat daarin als groot knelpunt. U heeft eerder aan deze tafel gezeten en daarover verteld. Is het nog steeds zo? De planvorming zeker, ja. Toen ik vandaag deze kant op reed, was ik op de A1 en stond ik weer in de file. Ja. En het lijkt wel of je, het maakt niet uit welk tijdstip van de dag, behalve 's nachts, je in de file op die A1 staat. Het is wel grote stappen verder gekomen. Laatst heeft ook minister Cora van Nieuwhuizen weer een handtekening gezet om de volgende stap van de planvorming. En ik hoop dat wij toch binnen afzienbare tijd de asfaltmachines daar aan het werk zien. Ja, de volgende stap in de planvorming, meneer Geurts, dat klinkt niet bemoedigend. Nee, maar kijk, je kunt niet zomaar asfaltmachine aan het werk zetten. Ja. En we hebben meerdere knelpunten in Nederland, dus we hebben ook met prioriteiten te maken. Ja. En we hebben ook met aannemers te maken die niet overal tegelijk kunnen zijn. Maar het wordt ook steeds drukker in Nederland op de weg, zou je kunnen zeggen. Zeker. Wat kunt u daaraan doen? Kijk, het CDA heeft niet stilgezeten. Laatst hebben we ook als CDA-fractie een motie ingediend dat we zeggen, bij Barneveld zou ik een intercitystop kunnen komen op de lijn tussen Apeldoorn en Amersfoort, zeg maar. Dat je ook in Barneveld kunt gaan stoppen. Ja. Dan krijg je nog meer treinmogelijkheden. En zeker nu ook het Klaverbad te Hoevelaken, wat zeg maar het einde is tussen Barneveld en Amersfoort, is het Klaverbad Hoevelaken tussen. Die gaat volgend jaar ook op de schop. En veel mensen zitten alleen in de auto. Moet er niet meer gekaartpoeld worden? Is dat geen oplossing? Ja, dat zou kunnen, maar ik rij ook elke dag op en neer naar Den Haag. En ik zou niet weten de werktijden die ik heb of mensen mee willen rijden. Oké, dus dat is geen goed idee. Nou, dank voor dit gesprek, Jacco Geurts van het CDA. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Maandag, beleven en welzijn, zijn we er weer. Goed weekend, graag tot dan. Dag!